Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met voor nu een historie-update voor vandaag 5 december 2016. En nee, we hebben het niet over Sinterklaas. Dit is het bulletin van maandag. Vandaag deel 25 uit de serie over onze hobby. Nu met name over de amateurmerken en we zijn nog steeds bij het legendarische Heathkit. Daarnaast is er morsen en een toepasselijk SSTV-plaatje in PD90. Ik heb trouwens het vorige week opgezette nieuwe YouTube-kanaal weer uitgebreid met wat nieuwe filmpjes en ook met wat oude die ik opnieuw geplaatst heb. De nieuwe filmpjes tonen mijn vorige week gebouwde magnetische loopantenne en de opbouw van een MMDVM voor mijn digitale spraakhotspot. Deel 25 van de serie over de historie van ons hobby begint met de verschillende Heathkit-stammen, apparatuur onder de namen van Apache, Mohawk, Chippewa, Seneca en andere namen van stammen van de oorspronkelijke bewoners van wat nu de VS is. We zitten in het laatste jaar van de jaren 50, begin jaren 60 van de vorige eeuw. Een periode waarin, hoewel er al draagbare transistorradio's verkrijgbaar waren, nagenoeg al dit soort apparatuur nog met buizen werkte. Misschien met af en toe een verdwaalde seleniumgelijkrichter. In 1959, een jaar voordat de laatste DX100 verkocht werd, introduceerde Heath een nieuwe lijn, een luxe lijn van amateurapparatuur. De TX1 Apache zender en de RX1 Mohawk ontvanger waren ongeveer dezelfde afmetingen en gewicht als de DX100, maar hadden een geüpdate stijl en een nieuwe behuizing, gelijk aan waar de latere DX100's ook in werden geleverd. De TX1 Apache had veel meer mogelijkheden dan zijn voorganger en de RX1 Mohawk was de eerste volledig uitgeruste ontvanger speciaal bedoeld voor de amateurbanden op de markt. Beide units zender en ontvanger waren voorzien van een schaal in de stijl van een rekenlineaal met een schaal op een draaibare trommel die veranderde met de bandkeuze. Het bovenste apparaat in het SSTV-plaatje dat afgelopen zaterdag werd uitgezonden met de grote chroomkleurige knoppen is een RX1 Mohawk ontvanger. Deze beste apparaten uit de lijn van Heath kosten samen $504,45, vergelijkbaar met $4300 in tegenwoordig geld. In 1959 bracht Heath de SB10 SSB-adapter uit voor gebruik in combinatie met de Apache of de DX100 om zo gebruik te kunnen maken met de toen nieuw opkomende SSB-modulatie. De SB10, uiteraard nog met buizen, in totaal zaten er 9 stuks in, wekte via de fasemethode SSB op met 10 watt uitgangsvermogen, die vervolgens aan de Apache of de DX100 werd teruggevoerd, waar het tot vol vermogen werd versterkt. De SB10 werd ook gevoerd uit de voering van de zender waarop hij werd aangesloten en gebruikte ook het oscillatorsignaal van de zender in combinatie waarmee hij werd gebruikt. Een draaggolfonderdrukking van 40 dB en een onderdrukking van de ongewenste zijband met 30 dB komt naar huidige maatstaven een beetje mager over. Het was destijds rond 1960 een spectaculaire noviteit die toen al een FOX had met een antitrip om te voorkomen dat het geluid van de ontvanger de zender inschakelde. Na de SSB-adapter in 1959 voegde Heath in 1960 een bij de lijn passende lineaire versterker toe, de KL1 Chippewa. De lijn werd in datzelfde jaar nog aangevuld met de VHF1 Seneca, een zender waarmee gewerkt kon worden op 50 en 144 MHz. De Seneca werkte in AM en CW van 50 tot 54 en van 144 tot 148,2 MHz met in CW 140 watt op 6 meter en 110 watt op 2 meter en in AM een piekvermogen van 120 watt op 6 en 95 watt op 2 meter. AM-modulatie vond plaats door middel van roostermodulatie met een geregelde draaggolf. Overigens heb ik een schema van de DX100 en een beschrijving van de werking van de SB100 met veel detailinformatie en ook van de VHF1 Seneca heb ik veel informatie. Als daar belangstelling voor is, dan kan ik die informatie voor belangstellenden beschikbaar maken. Verder had Heath in die periode ook nog de MT-1 Cheyenne zender en de MR-1 Comanche, ook weer genoemd naar stammen van de oorspronkelijke bewoners van de VS. Deze apparaten waren aanzienlijk kleiner en lichter dan het Apache Mohawk zender-ontvangerkoppel. Voor deze twee apparaten was er zowel een externe lichtheidvoering als een gelijkstroomvoering waarmee de apparaten in een voertuig gebruikt konden worden. Dat laatste was ongetwijfeld nog geen sinecure, zeker tijdens het rijden, omdat er geen zendontvangschakeling in zat. Het waren twee apparaten, een losse zender en een losse ontvanger. Een jaar na introductie werden de MT1 en de MR1 opgevolgd door een aangepaste versie, de HX20 zender en een aangepaste HR20 ontvanger. Deze waren nu geschikt voor SSB-bedrijf en ze hadden geen namen meer van Indianenstammen. De HX10 Marauder was vervolgens een vervanging voor de Apache, die niet meer de externe SB10 SSB-adapter nodig had, maar waar SSB al ingebouwd was. Deze zender verscheen voor het eerst in de Heath-catalogus van 1962-1963, tezamen met een nieuwe lineaire versterker, de HA10 Warrior.
De laatste in deze generatie naar stammen verloemde apparaten waren de HX30 zender en de HA20 lineaire versterker, beide voor de 6 meter band. Heat kwam daarnaast ook met enkele zetontvangers voor één band met laag vermogen CW en AM op VHF. Dit waren de HW10 voor 6 meter en de HW20 voor 2 meter, vooral bestemd voor mobiel gebruik. Deze apparaten waren aanzienlijk kleiner dan de andere apparaten in deze generatie, maar hadden wel exact dezelfde stijl, inclusief de chromen knoppen. In de aflevering van morgen blijven we nog even in het jaar 1961, jawel, te beginnen met nieuwe apparatuur van Heath voor 6 en 2 meter in SSB. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. En denk eraan, als je gaat solderen, dat je steeds alleen de kant van de soldeerbout vastpakt waar het draadje uitkomt.